Frans Veerkamp ben ik. Leuk. Jelle, Luc, Tim. Ik ben Ben Veerkamp. Ook de mountainbike-route, 30. 25. 25. Helvoort. Comfort. Weet ik niet. Giersbergen, Helvoort. Ik kom uit Drunen, dus ik ben in Drunen gestart. Dus het is wel meer dan 25 kilometer geworden. Ik heb wel moeite om ze af en toe om ze bij te houden. Want ik heb nog maar een gewone fiets. Nog geen elektrische. Dus, en zij fietsen heel regelmatig. Zelfs in Frankrijk fietsen ze veel. Bergje op, bergje af. Dus ik heb er af en toe wel moeite mee. Maar het is wel heel gezellig. Ja, volgens mij wel. Hè? Ja. Ja. Jullie mee fietsen met de leidtocht wel, ja. Ja, het was wel leuk. Het was ook een keer, dan moest je naar boven en naar beneden met allemaal bochtjes. Dat vond ik wel leuk. Nee, soms is het wel zwaar als de wind heel hard tegenkomt. Maar verder wel. Verder is het heel leuk. En we hadden ook een keer van tevoren geoefend en toen zagen we een vos. Ja, wij zijn met onze twee kleinzonen de 25 kilometer aan het rijden vandaag. We hebben bomen gezien, bladeren. We hebben veel gezien, alleen ik weet niet echt allemaal wat. Maar wel veel. Maar dat is al even geleden, maar ik heb wel meerdere keren de leientocht gedaan. Ja. En dan neem ik ook familie mee, zo, broers of zusters, die wonen niet hier. En dan laten we ze de omgeving zien en dat is elk jaar prachtig. Bomen, paden. Nou ja. Echt veel laten zien, nog niet, want het is nog een heel stuk geweest langs het kanaal. Hè? Dus dat is eigenlijk niet zo interessant om zo te zeggen. Maar komt misschien nog een dag nog even lekker picknicken in de duinen, dus dan gaat wel lukken. Tafels. Gezellig dagje. En waar gaan we vanavond doen, Ben? Barbecue bij ons thuis. Ja, in Gersel, hè? Ja. Ja. Ik weet dat de voorzitter dit het al 41 jaar doet. Daar is Chris Pijnenburg, hè? En die, dat is eigenlijk zijn kindje, denk ik. En hij heeft dat helemaal weten op te bouwen tot dit evenement wat wijd en zijd bekend is. Ja, ik ben Joost. We zitten hier samen met Jan. We zijn de twee J's, Jan en Joost. Ik vind het leuk om weer iets te doen, want in feite zie ik niet zoveel mensen als daarvoor. Ja, dat is de reden dat ik hier mee wil doen. Ik denk 10 jaar. Wij zitten hier bij de controlepost van de 25 kilometer bij Den Dries. Vanmorgen om 9:10 was de eerste er. En wat ons opvalt is dat het wel de route is voor families met kleine kinderen of opa's en oma's met de kleine kinderen. Die vooral voor de tocht kiezen van de 25 kilometer. Voor mij is dit het eerste jaar. Zoals ik net hoorde doet Jan het al 10 jaar. En we hebben het goed naar zin, Jan, hè? Ja. Y hermosa, no lo puedo remediar. Lágrimas y oro, si a mi lado tú no estás. We zitten hier bijna. Ja, Jan doet ze tellen, ik doe ze afstempelen. Zo. Alle drie een stempel? Ja, alle drie een stempel gehad. We zitten nu bijna aan 200 personen. Het weer hebben we mee. Ja, dat klopt. Die kan eigenlijk niet beter. Als ik vergelijk met hetgeen waar we is het dit jaar voor deze afstand zeker te druk. Te quiero de verdad.